De start is gevallen. Begint met een ongebruikelijke galopade van Ipson Boco. Duel om de leiding. Aan de binnenkant Koen en Klasbak. En Jim Veldman is even in gesprek met Caroline Albers. Die te verstaan krijgt dat ze er ook best achter kan. Nummer 2 galop. En dat doet ze ook. Juliette ligt er nu achter. Daarachter op plek 3. En die gaat gelijk naar de buitenkant. Is On Track Mistress. En die gaat de leider nu opzoeken. Die leider die waarschijnlijk niet zal willen afgeven. Daarachter op plek 4 Jordi Grauw. Vijfde plaats is al voor Carl Bianco. Veel tempo in de beginfase. Daar komt On Track Mistress. En die gaat aan de buitenzijde nu voordeel nemen. Koen en Klasbak houdt hem niet echt tegen, maar wordt natuurlijk ook niet teruggenomen. Maar het is toch On Track Mistress die overneemt en die zet een vlotte opening neer. 1-11-7. On Track Mistress, Koen en Klasbak en dan Juliette. Dan een gaatje naar Giel Wildhagen met Jordi Grauw. En daarachter volgt Carl Bianco die al naar het tweede spoor gaat. En Rob de Vlieger weet ook dat het tempo straks ongetwijfeld wel iets naar beneden zal gaan. Dan zal hij heel snel bij die koploper zijn. Achter hem ligt overigens Kitana de favoriet en zo gaan de paarden de bocht door. Daarachter is het dan Juliette. Nee, Juliette lag daarvoor. Daarachter ligt Jade Beukenswijk. En laatst is voorlopig Jaguar van Assen. Ze zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. En het is On Track Mistress die leidt. On Track Mistress, Koen en Klasbak. Daarachter Juliette. Eerste paard aan de buitenkant is Carl Bianco, 16-5 de tussentijd. De laatste kilometer in en Carl Bianco zet grote stappen en schuift steeds verder op. Komt nu al uit op plaats 3 en is op weg naar de leider. En die leider is nog altijd On Track Mistress. On Track Mistress, Koen en Klasbak. Die blijft zitten aan de binnenkant, dus kan Carl Bianco daar zometeen naast gaan schuiven. Daarachter aan de relingzijde ligt Juliette. Kitana ligt er heel mooi in op de rug van Carl Bianco. En daarachter gaat ook mee naar voren in het tweede spoor Jaguar van Assen. Daar komt de aanval op de leider. En de leider lijkt een stormrijp, On Track Mistress. Zo schat de vlieger dat in en dat blijkt ook zo te zijn. 17-9 de tussentijd en hij neemt nu de leiding over. Carl Bianco de nieuwe leider. Kitana gaat erachteraan. On Track Mistress valt ietsje terug. Koen en Klasbak zit helemaal vast. Wil er wel uit en kan er nu ook half uit. Maar is ook al gepasseerd door Jaguar van Assen. Inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. En Carl Bianco leidt. Carl Bianco, Kitana. Daarachter Jaguar van Assen. En zo gaan ze de laatste bocht door. Helemaal aan de buitenkant komt ook Koen en Klasbak. Paarden in de laatste rechte lijn. Carl Bianco, heeft hij het nog in zich om de aanval af te slaan van Kitana. Kitana aan de buitenkant neemt ietsje voordeel. Carl Bianco komt nog een keer terug. Kitana nu de nieuwe leider. Daar komt Jaguar van Assen met heel veel speed. Kitana, Jaguar van Assen op weg naar de streep. Wint Jaguar van Assen voor Kitana en Koen en Klasbak. 14-5 voor de winnaar.